Nou, we gaan vandaag even het keren op een niet te brede rijbaan. Oftewel keren in 3 keer of in 5 keer. Mag trouwens ook. Ja, als je het niet redt, als je maar netjes steekt. En het veilig doet uiteraard. Nou, keren in 3 keer is natuurlijk ook een bijzondere verrichting. We hebben al het overkeer altijd voorrang heeft. Dus moet je altijd even wachten als het eraan komt. Dan kun je ook altijd even de gevaarlicht aandoen. Om te laten zien dat je even op het verkeer wacht. Ja? Oké. Okay. Nou. We beginnen altijd zo dicht mogelijk langs de stoeprand, zodat je de hele breedte van de rijbaan goed kan benutten. Ja? Yes. Oké, want als je te ver natuurlijk van die stoep staat, heb je ook weer minder ruimte om te keren. Het kijkgedrag kom ik straks even op, want ik splits het altijd eventjes. Hè. We laten eerst altijd eventjes de praktijk zien en daarna gaan we ook het kijkgedrag er even bij doornemen. Nou, we gaan hem in zijn 1 zetten, ja, in de eerste versnelling. Dan met slippende koppeling, ja, rol je rustig weg en stuur je gelijk vlot in naar links. Helemaal. Nou, gaan we natuurlijk richting die stoep. Vlak voor die stoeprand, ja, sturen we de banden weer terug. En we zeggen vlak voor de stoeprand is ongeveer 30 centimeter van tevoren. Maar ja, dat kan je moeilijk zien. Ja. Dus je kan ook zeggen, nou, rechts onder in het raam moet de stoeprand verschijnen. Precies gelijk met het rechts onder in het raam, het hoekje. Ja, dus dat punt. Ja? Ja. Oké. Dan stuur je terug. Minimaal 1,5 stuurslag. Dat de banden weer recht staan. Ja? Nou, dan zet je mensen achteruit. Nou, daarbij moet ik trouwens nog heel even vertellen. Dat je natuurlijk even rekening moet houden met obstakels. Stel dat hier een lantaarnpaal staat of whatever paaltjes. Want je bumper gaat namelijk altijd even over de stoep. Ook als je achteruit gaat, hou rekening mee dat daar geen boom staat. Of kijk, zoals daar, kun je het goed zien. Bijvoorbeeld de lantaarnpaal, zie je dat? Dus als je daar straks, hup, die kant op gaat, moet je wel zorgen dat je natuurlijk voor die lantaarnpaal uitkomt. Vandaar hebben we hem hier mooi ruim van tevoren stilgezet, zodat je hier zo straks mooi kan keren. En achteruit is het ook leeg, zie je het? Dus dan kunnen we ook weer achteruit met de bumper. Ja, dus hou even rekening met obstakels. Nou, we zetten hem dus in zijn achteruit. Op het moment dat je zachtjes gaat rollen, als je hier staat... Dan stuur je gelijk vlot alles door naar links. Ja, gaat de kont gaat naar links. Op het moment dat de auto recht komt in het midden. Ja, dus dat die neus naar links gaat wijzen. Ja, misschien. Ja. Ja, dan sturen we vlug terug alles naar links. Dat je die wielen de kant weer opzet waar je heen wil. Ja, op dit plaatje is het wat lastig te zien. Maar hier zie je wel die wielen al naar links staan. Ja. Die stoeprandjes, die mag je ook raken. Ja, zowel voor als achter. Maar natuurlijk heel rustig mag je die raken. Niet te hard. Dus. Nou, we moesten eventjes kuchen. Dus die stoeprandjes mag je raken. Nou, als je raakt, doe dat dus rustig. Ja? Denk er ook aan. Op het moment dat je hier zo, dat is even belangrijk nog om te vertellen. Ik was net even vergeten. De stoeprand raakt, of hier ze dus op de stoeprand staat. En je wil naar achter gaan rijden, zorg ervoor dat je eerst los van de stoeprand komt voordat je gaat sturen. Dat is wel even heel belangrijk om te weten. Dat je nooit, op het moment dat je tegen die stoeprand staat, al begint met terug te sturen. Ja? Wacht altijd dat die auto even in beweging is. Nou goed, hup, we rollen naar achter, sturen alles weer terug naar links, zodat we goed klaar zijn om weer weg te kunnen rijden. Ja? Nou ja, dan zet je hem natuurlijk gewoon in zijn 1 en we rollen rustig weg. En daarbij... check je natuurlijk altijd even of je die stoeprand niet raakt voor de zekerheid. Dus nooit hup, vlot weg. Ja. Nee, gewoon rustig aan weg. En dan zie je vanzelf of je het uitkomt of niet. Hou de juiste moment aan van het insturen, terugsturen. Komt het altijd ook prima uit. Yes? Oké, okay, nou. Dan ga ik straks eventjes, kom ik even terug op die kijktechnieken, ja? Prima. Nou, de praktijk doen we er gelijk even achteraan. Waarom moest je ook weer zo dicht mogelijk langs de stoeprand staan? Weet je dat nog? Ja, dan kan je beter voor je instuurmoment. Ja, je hebt meer ruimte. Hè? De hele rijbaan kan je dan goed benutten. Hè? En moest je vlot of langzaam insturen? Heel vlot. Juist. Mag je de stoepranden raken? De stoeprand mag je raken, ja. Juist, hè. Oké. Okay. Maar heel zachtjes, hè? Heel zachtjes, hè. Oké. Okay. Nou, het kijken neem ik even voor mijn rekening, daar komen we straks op terug. Ja? Dan ga je het eerst eventjes doen op mijn aanwijzingen. En dan gaan we daarna ook het kijken erbij pakken. Yes? Oké, gaan we. Nou, dan mag je hem in zijn 1 zetten.
Oké. Nou, ik heb gekeken, alles is veilig en dan gaan we langzaam rollen en vlot insturen naar links. Oké, nou let op hè, dat die stoeprand gelijk staat met rechts onderin het raam. Dat is ongeveer nu, zie je het? Ja. En dan zachtjes doorrollen en dan terugsturen naar rechts hè. De wielen recht zetten, juist, en voetje bij de rem. Dan gaan we de stoeprand zachtjes voelen. Poing. Ja. Voel je hem, hè? Ja. Zachtjes. Nou, dan zet je hem eens achteruit. Oké, nou, absoluut natuurlijk niet terugsturen nu al, hè? Want we staan nog tegen die stoeprand. Ja. Dan ga ik even om me heen kijken. Nou, het is veilig. En als we gaan rollen, ja, ga maar zachtjes rollen. Dan stuur je verder alles terug naar rechts eerst nu. En op het moment dat de auto, net als op het plaatje nu, met de neus recht komt, ja, dan gaan we nu terugsturen naar links vlot. Juist, en dan gaan we ook weer zachtjes de stoeprand raken. Voel maar. Boing. Die was misschien iets te hard. Oké. Zet je hem weer in zijn 1. Nou, gaan we even kijken of het veilig is. Ja, en dan sturen we alles weer vlot naar links. Juist. En dan zet je hem naast die stoeprand weer even stil daar als je wil. Oké. Nou, gaan we het kijken erbij doen. Ja? Het kijken is voordat je gaat, is natuurlijk rondom de auto. Belangrijk is dat je linksom kijkt, binnen, buiten, linkerschouder. Ja, en ook altijd toch eventjes aan de rechterkant om je heen. Vooral als je naast zo'n trottoir staat, toch altijd even kijken wat eraan komt lopen. Ja? Oké. Nou, dat is het moment voordat je gaat, het kijkmoment. Richting hoeft niet bij deze oefening. Ja? Op het moment dat we straks daar bij die stoep staan, ja, ga ik vertellen wat de rest van de kijktechnieken zijn. Dus voordat je gaat, hoe moet je kijken dan? Binnen, buiten, schouder. Juist, en ook die even. Ook nog aan de rechterkant. Juist, toch ook even aan de rechterkant altijd even checken. Nou, we moeten nog heel even wachten. Kijk, als die fietsen eraan komen, laten we altijd even de gevaarlichten zien. Hè? Zodat ze zeker weten dat wij hun gezien hebben. Ja? Ja. Oké, klaar voor? Ik ben klaar voor. Gaan we doen. Gevaarlicht even uit. Juist, binnen, buiten. Linker schouder. Nou, we moeten toch weer even wachten. Dus gevaar ligt er weer aan. Juist. Oké. Here we go. Linker schouder. Oké, slip op mijn koppeling. Hij staat nog eens achteruit. Oké. Die knippen we eruit, hè? Dat hij eens achteruit stond. Nou, dan sturen we weer terug, hè? Juist, remmend. Heel zachtjes remmend. Heel zachtjes. Oké. Nou, hoe zouden we nu moeten kijken, denk je? Ja, rechts. Natuurlijk 18. Nou, waar het verkeer als eerst vandaan komt. Dus als eerst naar rechts. Nou, daar komt hij als bij ons als eerst naar binnen. Dan naar links. En dan ook even goed achter je kijken. Ja? En dan zou je mogen gaan. Ja, dus ja. Rechts, links, achter gaan. Juist, en achter je gaan. Ik zal eens achteruit even zetten. En dan gaan we. Oké. Niet sturen nog, hè, als die stoep, hè. Oké. Nou, neusje gaat naar links wijzen. Vlot sturen. Vlot naar links sturen. Oké. Nou, hoe kijken we nu? Dan eerst naar links. Nou, je ziet een fietser aankomen. Waarschijnlijk wacht hij op ons. Dan kijken we naar rechts. En dan gaan we. Slip aan de koppeling. Langzaam rollen, vlot sturen. Oké. Nou, normaal gesproken zou die fietser natuurlijk even netjes om ons heen kunnen gaan. Maar ja, hij wou net om ons heen. Ja, precies, omdat het hem iets te lang duurde. Hè? Maar ja, hij liet ook al zien dat hij in het begin even wil wachten op ons. Hè? En dan kan je maar het beste gewoon gaan. Dan zeg je dank u wel en dan maak je hem gewoon even af. Ja? Nou, dit is het verhaal. Dus de essentie van deze oefening is eigenlijk langzaam rollen, vlot sturen, goed het verkeer in de gaten houden. Ja, en dan heb je dit ook weer veilig gedaan. Nou, je ziet dat dit methode 4 eigenlijk de minst voordelige methode is, hè. Want als we kijken hier naar dat keren, dat steken in 3 keer, links, achteruit, weet je wel. Ja, dat heeft natuurlijk alles met dit rijtje van veiligheid, doorstroming, voertuigbeheersing enzovoort. Heeft dat te maken dat dat de minst milieubewuste manier is, de minst veilige manier, ja toch? Klopt. En de minst goede voor de doorstroming natuurlijk is, hè? Oké, vandaar kiezen we liever dan voor een halve draai, of naar links insteken, of achteruit naar rechts. En als dat allemaal niet kan, dan gaan we die pas uitvoeren. Yes? Yes. Oké, man. Nou, deze gaan we nog een paar keer oefenen. En dan kan iedereen zijn voordeel hier weer mee doen. Ja.